dieren zijn precies als mensen. Morgen is het weer zover, huilende kindjes en huilende mama's aan de schoolpoort. Ikzelf hang er pas over een jaartje aan, maar ik denk dat ik ga wenen omdat mijn dochtertje mij direct vergeten gaat zijn. Die gaat niet naar me omkijken, dat weet ik zeker. Gaar, ja, dat gaat heel zielig voor mij zijn. Maar staat huilende mama's, huilende kindjes. Ik vraag me af of die ook bestaan in de dierenwereld. Hebben dieren het ook lastig om een jongen zo los te laten? Goedemorgen, Dominique Verbeelen van Natuurpunt. Hey, goedemorgen. Hoe zit dat daar? Het ene beest is het andere niet. Er zijn huilende beesten en er zijn ijskonijnen, zoals de klapmuts bijvoorbeeld. De klapmuts, die is echt voor een beest. Ja, dat is een dikke, vette blubberworst die sterk lijkt op onze zeehond, maar in de noordelijke ijszeeën ronddobbert. Okay. En dat is een rare snuiter die werpt haar jong op een ijsschot. Het jong weegt bij geboorte 25 kilogram. Het krijgt 4 dagen de moederborst en dan stijgt het gewicht naar 50 kilogram. En daarna zegt mama klapmuts, trek uw plan, ik laat u los op uw ijsschot en we zien elkaar vermoedelijk nooit meer. Wat? Echt? Ja. Na 4 dagen? Ja, stel je voor dat zoiets bij mensen zou gebeuren, dat is vrij extreem. Trouwens, die 4 dagen moederzorg van de klapmuts is ook wel het absolute wereldrecord. Er is geen enkel ander zoogdier ter wereld die zo weinig zorg draagt van haar jong dan de klapmuts. Dus, en wat is dat een tegenovergestelde dier? Is er ook een moeder die zich volledig wegcijfert voor haar? Toch wel. En het meest extreme voorbeeld dat ik zelf kan, is eigenlijk de grote kaardenspin. Ik vind spinnen sowieso geschifte beesten, maar dit is wel de absolute topper. Het is een algemene soort, komt ook in jouw tuin of in jouw buurt waarschijnlijk voor. En wat die spin doet, die legt eitjes, daar komen jongen uit. Mama legt een tweede set eitjes als voedsel voor de jongen. Die jongen eten die tweede set op. En daarna gebeurt het meest geschifte uit de dierenwereld. Mama gaat met haar voorpootjes trommelen op de jonkies, maakt rare sprongen in het spinnenweb. En dat zijn signalen voor de jongen die betekenen van, u mag mij opeten, ik offer mij helemaal op, ik ben voedsel voor de kleintjes en ik wil op die manier bijdragen aan hun gelukkige toekomst. Maar dat mag Lou ook wel bij mij doen hoor. Ik heb nog wel wat op mijn billen te veel en op mijn buik. Het is volledig opvreten. Ja, helemaal weg. Hè? Stukjes van mezelf wil ik heel graag weggeven. Hey, hey. Mooi. Speciaal. Zeg, en nog even over 1 september. Kindjes die een vertrouwde huisje inruilen voor een eerste dag in een vreemde klas, bij een vreemde juf, vreemde vriendjes. Juf en mama proberen met allerlei trucjes altijd, je ziet dat, om die kindjes toch naar school te lokken. Hier, en zo. Koekske. Ja, zoiets. Bestaat dat ook in de dierwereld, zo'n trucjes? Eigenlijk wel een beetje, want bij veel dieren is er ook een vertrouwde plekje. Hè? Dat is dan hun nest bijvoorbeeld. Maar op een bepaald moment moeten ze ook wel dat nest verlaten en de wijde wereld in. Nu is er bijvoorbeeld een totaal geflipte eend, de brilduiker. Dat is een zwart-wit ding dat daar gewoonte heeft om haar nest hoog in de bomen te maken. 5 meter hoogte. Op zich geen probleem. De jongen komen uit het ei, maar als die nog een heel klein donskuikentje zijn, een piepklein ding van 2 dagen oud, kunnen totaal nog niet vliegen, dan beslist mama brilduiker om het nest te verlaten. Ze staat onderaan de boom een beetje tjip, 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 tjip te roepen naar haar jongen toe. Ja. Die jongen denkt van, potverdomme, waar is mijn ma? Ik wil bij mijn ma zijn. En die willen zo graag bij mama zijn dat het gechip van de moeder hen ertoe aanzet om als piepklein klein onnozel kuikentje een sprong van meer dan 5 meter hoogte te maken, patat, op de grond. Dan zou je kunnen denken van, oh my, ben je dan niet helemaal dood? Wel, door het feit dat dat zo'n kleine donsbolletjes zijn, overleven ze die landen sprong. Zacht. Die landen zacht, maar moest je zoiets bij mensen doen, dat mama die op de pasgeboren baby van 2 dagen oud staat te roepen op een appartementgebouw van 100 meter hoog van, kleine, spring maar, we gaan naar school. Daar zijn behoorlijk wat volk komen naar kijken en dat ze stevige media halen, vrees ik. We gaan dat niet doen. We gaan ze op een zachter manier naar school brengen. Maar dankjewel voor de tips. Harde beesten, ja, beesten zijn toch raar, hè? Ja, maar we leren daar dus van, schop onder de kont en vooruit. Allee. Ja. Dankjewel, Dominique Verbeelen. Tot volgende week. Graag gedaan. Dag. Ja, dag.